In deze video laat ik je zien hoe je een knijpflesje kunt vullen met verdunde acrylverf, zodat je er mooie relieflijnen mee kunt maken. Hallo, ik ben Bijka en ik maak tutorials over allerlei teken- en schildermaterialen. En daar zijn er nogal wat van te koop. Maar je kunt ook je eigen materialen maken. Dat is vaak voordeliger. En je kan het precies zo maken zoals jij dat wilt. En dat laat ik je nu ook zien. Ik heb de acrylverf zo ver verdund in dit knijpflesje dat ik het prettig vind om mee te werken. Hoe dat gaat, dat leg ik uit aan de hand van 3 tips. Zelf gebruik ik de 100 ml flesjes. Ze liggen makkelijk in de hand, maar bevatten toch zoveel acrylverf dat ik er heel veel lijnen mee kan zetten. Let bij de aanschaf er wel op dat je het meest transparant plastic flesje kiest. Ze zijn er namelijk ook in halftransparant, maar die zijn veel stugger om in te drukken. Dus dan krijg je de acrylverf er moeilijker uit. En bij het tekenen vind ik het handiger dat je het heel soepel kunt indrukken, zodat je intuïtief die lijnen kunt gaan zetten. Ik gebruik een standaard soft body acrylverf om mee te mengen. In dit geval van het merk Amsterdam. Heb je bijvoorbeeld alleen een heavy body acrylverf in huis, dan kun je die ook gebruiken. Maar het mag duidelijk zijn dat dan je mengverhouding anders wordt. Deze soft body acrylverf, die hoef ik maar iets te verdunnen om tot de juiste dikte te komen om die mooie lijnen mee te gaan maken. Gaat je dit allemaal te snel, al die termen? Kijk dan ook de video over acrylverf, want dan leg ik alle verschillende soorten acrylverf uit en wat je er allemaal mee kunt gaan doen. En dan kan ik alvast beginnen met de maatbeker te vullen met dus die standaard soft body acrylverf. Hier is de 100 milliliter. En ik ga een bodem aanleggen. Maar er komt natuurlijk nog medium en water bij, dus ik doe het voorzichtig aan, anders meng ik te veel. Zelf gebruik ik acrylverfmedium van het merk Colden. Een gewone standaard acrylverfmedium, dus niet met toevoegingen van fluid of high flow of airbrush. Nee, gewoon de matte medium. Het is ook te verkrijgen als een glans of een gloss medium. Daar zit wel een verschil. En dat is aan jou om te bepalen wat jij mooi vindt in je werk om te gebruiken. Hou je van een olieverfachtige uitstraling, dan ga je misschien eerder voor zo'n glansmedium. En ben je meer aan de abstracte kant van het werk en een beetje een grafische lijn, dan kies je misschien voor een matte medium. Goed, ik ga wat acrylverfmedium mengen in de pot. Oh, ik spetter alweer, ik krijg mijn vingers er alweer onder. En ik voeg hier wat aan toe. Kijk, dan loopt het nu nog niet van de lepel af. Ik vind het nog wat te dik. Dus ik voeg wat water toe. Dat kun je doen met gewoon kraanwater. Maar ik kies voor gedemineraliseerd water, omdat het water in het gebied waarin ik woon heel hard is. Ik weet niet precies wat het effect is op de verf, maar ik gebruik het ook als ik dus verf meng en een voor langere tijd wil gebruiken. Let even op bij het gedemineraliseerd water, dat er niet een lavendelgeurtje of zo aan zit. Want dat heb ik ook een keer gehad en dat had ik pas door toen ik aan het mengen was. Goed, misschien niet zo verkeerd, maar dat is dan niet de bedoeling. Ik heb maar een heel klein beetje nodig. En ik heb het ook in een, met een touwtje, zodat ik het heel voorzichtig kan toevoegen. Want dit kan dus heel gauw te veel zijn. Nou. Zo, ook weer een scheutje erbij. En ik ga verder met roeren.
Ja, en door dat water wordt het al gelijk stukken dunner. Nou, het is een mooie gladde massa. Kijk, nou loopt het al veel makkelijker van de lepel af. Goed, ik ga het in het flesje doen. Een exact recept heb ik je niet gegeven. Dat komt omdat elke softbody acrylic, maar ook elk acrylmedium zich weer anders gedraagt. Maar de vloeibaarheid van de verf laat ik wel steeds heel duidelijk in beeld zien, omdat dat is waar je naartoe wilt werken. Als je dus deze lijnen wilt zetten, een tekst wilt schrijven of bijvoorbeeld je doek ermee wilt signeren. Nou, dit is dus een kwestie van geduld, hè? Ik heb zelfs tijd om een videootje te maken voor mijn social media. Nou, druk het wat aan. Iets sneller door die trechter gaat. Nou, die zit vol. Ik heb hier nog een klein beetje in de tuit. En daar heb ik een oplossing voor. Nou, dat ga ik niet weggooien. Wat nog in die tuit zit, dat laat ik hierop uitlekken. Dat vind ik niet erg, dat daar wat van dat mengsel in komt. Nu kan ik de tuit op het flesje draaien en de bovenkant afknippen, zodat er een opening ontstaat. Dat kun je dus zelf kiezen hoe groot die opening wordt, dus ook hoe dik die lijn uiteindelijk wordt die erop komt. Nou, het mag dus duidelijk zijn als je hem hier afknipt dat je een hele brede lijn krijgt. Ik ga voor de voorzichtige benadering, ik knip hem dus hier af. Het vliegt altijd direct weg. En ik laat het flesje een tijdje staan te rusten. Dat is belangrijk, want na al dat mengen en door die trechter heen kan er lucht in het flesje komen en ga je er dan direct mee tekenen. Dan heb je soms net een lijn getrokken en dan komt er een luchtbelletje, dus dan schiet er iets uit en dan kun je weer verder. En dan denk je, goh, doe ik dit niet goed? Nee, gewoon eerst laten rusten. Ik heb genoeg schoon te maken en dan ga ik proberen of het mengsel goed is. Ik heb de camera een beetje bijgedraaid en nu kan ik dus gaan uittesten of dit het juiste mengsel is. En ik doe dat op een klappapiertje, een uitprobeersel wat ik heb gemaakt. Ik ga gewoon de lijnen een beetje volgen, kijken wat het wordt. Ja, dan zie je dus gelijk dat je een hele mooie dunne lijn kan maken met dit mengsel op deze manier. Je kan er dus heel intuïtief mee gaan tekenen. Je kan ook, als je het wat meer indrukt en de tuit erboven houdt in plaats van op het papier in dit geval, kun je ook de lijn wat laten vallen op deze manier. Tot zover mijn video over knijpflesjes gevuld met acrylverf. En je hebt dus kunnen zien hoe zulke prachtige relieflijnen je daarmee kunt maken. Ik heb gewerkt met een witte acrylverf, maar het mag duidelijk zijn dat je daarvoor alle kleuren kunt gebruiken. En je kan natuurlijk ook eerst een eigen mengkleur aanmaken. En vond je het interessant om deze video te zien? En ben je nog niet geabonneerd? Mag ik je dan uitnodigen om dat te gaan doen? En druk ook op dat belletje ernaast, want dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video online zet. En heb je nog vragen of opmerkingen, ook over iets waarvan je denkt, klopt dit wel wat je zegt? Ik heb graag feedback, dan lees ik het graag in de comments. Blijf experimenteren en tot de volgende keer!